In Word zijn natuurlijk een heleboel knoppen en instellingen. En die heb je echt niet allemaal nodig. Gelukkig kan jij jouw favoriete knoppen bovenaan in het blauw vastzetten. En dat is de werkbalk snelle toegang. Ik laat het je zien. Klik bijvoorbeeld op vet gedrukt, maar dan met rechter muisknop. En dan klik je op toevoegen aan werkbalk snelle toegang. En als je dat doet, dan komt hij dus terecht in die werkbalk snelle toegang bovenaan in het blauw bij Word. Daar, zie je die dikke B? Nou, die staat nog helemaal aan de rechterkant, dus dat willen wij eens eventjes gaan aanpassen. Want ook de volgorde van die knoppen kan jij gelukkig zelf indelen. Ik klik rechtsklik op de knop en kies voor werkbalk snelle toegang aanpassen. En als je dat doet, komt er een vrij groot menu terecht. Maar valt mee hoor, rechts kan je de volgorde van de knoppen aanpassen door deze met pijlen in de goede plek te zetten. Dus hier selecteer je die vet en met het pijltje kun je die naar boven verplaatsen. In ieder geval op een plek zetten waar jij hem wilt hebben. En met oké bevestig je dat. En zo maak je jouw eigen menubalk met jouw eigen knoppen en in jouw eigen volgorde. Zet er zoveel of zo weinig als jij maar wilt.